Op dit moment staan we in de Vijgenboomstraat op nummer 18. Dit is het ouderlijk huis van zanger Yilmaz. Wat voor soort liederen zing je? Zoals Nederlandstalig, Engelstalig, echt van alles. Gewoon wat ik zelf ook hartstikke leuk vind, top 40 muziek en zo. Gewoon anders dan anders. Hoe is dat zo begonnen, die muziekcarrière? Hoe is dat begonnen? Ja, het is allemaal begonnen in Ondiep zelf. Het begon allemaal in de Rietstraat, waar ik als beginnende zanger nog begon een beetje te zingen. Een beetje meegalmen en zo. Ja, vanaf het ene kon het andere kwamen singeltjes opnemen en zo. En ja, daar is een beetje mee begonnen. Treed je vaak op? Elk weekend treed ik wel eens op. En op verschillende feesten met bekende Nederlanders, minder bekende en zo. Het is gewoon hartstikke leuk. Nou zie ik hier een poster op het raam hangen. Wat gaat er zaterdag 18 april gebeuren? Zaterdag 18 april is mijn derde cd-presentatie. Het wordt gehouden in het Vechthuis. Het nummer heet Ritme. Het is een Portugees nummer is het dan. En het is helemaal vertaald naar Nederlands dan, van Portugees naar Nederlands. En ja, er zijn natuurlijk wel veranderingen aan ingebracht. Want ja, als je het gaat vertalen naar Nederlands, ja, dan klikt het sowieso niet. Dan krijg je hele rare woorden. Maar het is, we hebben een leuke tekst hebben we erop verzonnen. Wat vind je nou zo leuk aan zingen? Je komt verschillende mensen tegen. Je kan je eigen gewoon heel erg leuk uiten. Ook bijvoorbeeld als je in een dipje zit. Je gaat naar een optreden toe. Je geeft er zo erg veel voor. En ja, het is gewoon fantastisch. Je komt zoveel leuke mensen tegen. Mensen genieten ervan. En het is gewoon hartstikke leuk. Mijn opvoeding hier in Ondiep, hoe ben je opgegroeid? Ja. Vroeger was het gewoon hartstikke leuk. Het was gezellig. Nu nog steeds. Er is wel heel erg veel veranderd. Sowieso de nieuwbouw en zo. En ja, vroeger was het gewoon hartstikke gezellig. Heel veel verschillende buurtfeesten. Iedereen zat buiten. Gewoon één grote familie was er toen de tijd. Er hoeft dan maar wat te gebeuren. Iedereen kwam bijvoorbeeld voor je op. En gewoon hartstikke leuk. Als u nou uit moet leggen hoe zijn zangcarrière is begonnen. Weet u dat dan nog precies? Nou, het is hier begonnen in het voortuintje. Met allemaal jongelui. En daar is hij mee opgekomen, ja. Ja. En hoe ging dat dan verder in zijn werk? Ja, dat ging automatisch. Ging dat. Hij ging overal. Hij kreeg uitnodigingen en daar ging hij gewoon naartoe en zo. En zo is hij een beetje opgeklommen, laat ik het zo maar zeggen. Naast de muziek, wat doe je in het dagelijks leven? Ben ik ook met muziek bezig. Ik ben echt fulltime met muziek bezig alleen maar. Kan je ervan leven? Ik maak sowieso heel veel tijd vrij voor mijn gezin en voor mijn kinderen sowieso. Dus ik kan er heel goed mee leven zo. Ja, ik bedoel ook financieel. Financieel kan ik daar ook heel goed van leven, ja. Ja. Wat denk je nou met het zingen te bereiken? Ja, kijk, ik probeer niet te bereiken dat ik bijvoorbeeld heel super beroemd hoor. Dat sowieso niet. Kijk, dat is hartstikke leuk. Dat is leuk meegenomen. Maar gewoon dat de mensen van mijn muziek houden en zo. Dat ze mijn muziek leuk vinden. En dat mensen mij gewoon normaal vinden, spontaan. En dat probeer ik aan die mensen gewoon over te brengen. Gewoon positief te blijven, zo. Positiviteit in mijn muziek te krijgen. Dat vind ik gewoon het belangrijkste. Ik heb hier een